Deze beschouwing is bedoeld voor vrouwen. Ik heb er een gehouden alleen voor mannen en deze is alleen voor vrouwen. Ook voor de mannen is het interessant om hiernaar te luisteren, maar om jullie gaat dat niet in deze beschouwing. Even een korte pauze voordat ik ga beginnen. Want waar moet je beginnen? Kijk ja, jij als vrouw, jij, sla, jij staat slecht te boek. Alle literatuur. Nou, niet alle, maar. De, van de literatuur. Met enige. Nou, dat je denkt: Nou, dat is echt een boek. Dus niet. The Lord of the Rings. Nee. Dat is een. Uh... Ik, ik weet niet waar het over... hele verhaal over gaat. Behalve dat je denk, Oh, wat gebeurt er nou weer? Elven, tovenaars en wandelende bomen. Oh, kan het ook? Kunnen bomen wandelen? Ja, bomen kunnen ook praten, dat zijn de enten. Ja, en wat bedoelt hij er dan mee? Ja, dat is helemaal de vraag. Dus dat schuif ik even terzijde. En 25 te grijs, dat is ook geen literatuur. En uh, onder literatuur versta ik zoiets als uh, de Bijbel. Of de Koran. Ik kan wel zeggen: de Koran is in elkaar geknutseld door het Vaticaan. Maar dan nog: het uh, is een aardig knutselwerk. Nou, dan heb je Artie Schopenhauer met zijn essay over vrouwen. Dat is ook heel netjes geschreven. En als je nog eens goed kijkt naar een film zoals uh, Alien... wat ik een goede film vind... dat is ook typisch het probleem, hè? Dus een een levend, een enorm sterk en transformerend wezen die zich altijd gaan aanpassen aan elke situatie, aan world of zo. Die wil graag naar de aarde. En wie houdt dat wezen tegen? Sigourney Weaver. En die heeft een poes. Uh, miau poes. Je hebt natuurlijk een, uh, nou, een slang. Hè? Kortom. Ja, jullie komen er in de boeken. niets. Uh, los van het feit dat, dat jullie helemaal geen boek hebben geschreven. Behalve dan Pauline Reage. met het best aardige werkje. de geschiedenis. of de historie. Van o. Maar ja, dat gaat weer over seks. De praktische kant van seks. Niet eens over de essentie van seks of de essentie van genot. Of, uh... Nee, meer een. Uh... Zo kan het ook hoor. Ik wil het iedereen adviseren. Als, als zeker de vrouwen. Maar ook de mannen hoor. Uh, iedereen. Om L'Histoire d'O. van Pauline Reage te lezen. En voor de rest hebben vrouwen geen boeken geschreven. Helemaal niks. Punt. Dus als je je afvraagt. hoe staat de vrouw ervoor gezien de. historie? Het geschreven woord, dat is een ander woord voor historie. Het geschreven, of het vertaalde woord. Het woord in de. ja de historie. Wat je nog precies weet. Van, ja, onder andere het geschreven woord. Ook het gesproken woord is historie. Maar dan moet het wel goed uh, verteld worden. Vrouwen, ik loop het er helemaal niet goed af. Hè? Ze staan er niet tussen als auteur. En dat is niet omdat ze niet mochten schrijven. Maar het is omdat ze. Niet geschreven hebben. Hetzelfde geldt voor Schaken. Dat bordspelletje met die acht pionnen en die twee torens. En de dame die het meeste kan. En de koning die groter is. Vrouw. Bakken er niks van. Af en toe ja, hebben ze Judith Polgar heb je gehad. Voor de rest helemaal niemand. En die mannen daarentegen, die komen en die gaan. Dat is een niet-aflatende stroom van schakers. Paul Keres die won nog een toernooi in West-Europa. Toen ging hij uh, terug, ik zag maar een vliegtuig. Zo. Naar een van de Baltische republieken. Hij komt uit Letland. Estland, weet je wel, oh, Litouwen. En toen ging hij dood in het vliegtuig. Meneer had wel een schaaktoernooi gewonnen. Kijk, dat doen vrouwen niet. Echt niet. En dat gaan ze ook morgen niet doen ook. En er is momenteel helemaal echt niet waar dat er een ban is dat vrouwen geen account kunnen aanmaken op LeeChess.com. Wat iedereen zou moeten doen. Al was het alleen maar om te leren schaken. Dat doen jullie helemaal niet. Jullie schaken niet. En er is onderzoek gedaan. Komt het soms omdat het mannelijk brein meer uh, jo, connecties kan leggen. En, uh, en, en daarom, uh, jo, dat, uh, jo, het is nu een keer een uh, mannenspelletje. Want het is zo ingewikkeld, dat kunnen vrouwen niet. Nou, dat is helemaal niet waar. En enige, het enige probleem, dat je maar één of twee vrouwen in de top honderd der schakers hebt. En momenteel dacht ik, nul? Maar even hadden we er één of twee, dan waren allebei zusjes Polgar. De enige reden dat je maar twee vrouwen in de top honderd hebt... is omdat vrouwen er helemaal geen zin in hebben. Want gebleken is dat als je kijkt naar de normale verde naar de verdeling van... Je hebt er dus zoveel vrouwen en welke zijn er nou echt dat je denkt van nou, die is echt ontzettend goed en zo. En nou, die kan er helemaal niks van. Dan krijg je een zo'n belcurve, Een klokfunctie. Zoals een klok van een kerkklok. Een bel. Dus aan, het, aan het begin heb je bijna niks en dan gaan die zo omhoog en dan krijg je een hoogtepunt, dus dat zijn de meesten. En dan gaan we, wu, gaan we weer zakken en dan de enkeling is extreem goed. En een enkeling is extreem slecht. En de meesten zijn gemiddeld. Nou, die curve, die is voor vrouwen precies hetzelfde als voor mannen. En dat leidt tot de tragische conclusie. Dat de reden waarom er maar één vrouw of enkele vrouwen in de top 100 zitten van de schakers. is omdat ze het niet doen. Ze kunnen het wel, maar ze doen het niet. En dan zeg ik niet dat jij als vrouw dat je als een debiel moet gaan schaken. Ik zeg tegen jou als vrouw. Uh, Vraag je eens af of de vrouw er verstandig aan doet om die mannen maar te laten schaken. Ja, dat doen die mannen graag. Die, die schaken graag. En waarom zou je meedoen? Ja. En het is hartstikke leuk als je kan schaken. En je man kan het ook. En dan kan je elke avond samen een potje schaken. En drie potjes of zo. Als je man het ook leuk vindt. En je kan ook zeggen. Nou, maar ik ga het dwars tegenin. Uh, ik, ik ga dan toch schaken. Ja, dat, dat kan je wel doen. Maar. Waarom vraag je je niet af. waarom vrouwen dat. Waar, waar, waarom vraag je je niet af. waarom je een spelletje gaat doen. wat door mannen is uitgevonden? Laat die mannen lekker schaken. Als je het leuk vindt, dan ga je ook lekker meeschaken. Judith Polgar die heeft gezegd in een interview. Maar het punt is... Iemand mat zetten... Het geeft zo'n lekker gevoel. Dan is mijn hele dag goed. En daar doe ik het voor. Ja, waarom niet? Maar de meeste vrouwen hebben dat niet. Ik heb ook gehoord... Er was in dat huwelijk... En in die huwelijksperiode, dan ga je als man plotseling om met heel veel vrouwen. Omdat we een kind hadden. Mijn wettig kind. En dan wordt er geklaagd van, ja, maar die mannetjes, die willen allemaal spelletjes winnen. En wij vrouwen willen gewoon spelletjes spelen, zodat iedereen fijn allemaal een keer aan beurt is. Nou, ja, doe daar dan wat mee. En wat vrouwen zeggen. is dat mannen moeten veranderen. Ja, dus mannen verzinnen zoiets. van. Zo ja, degene die gewonnen heeft. die moet tracteren. Of, zo. of degene die verliest. die moet tracteren. Maar er wordt wel even breed uitgemeten wie er gewonnen heeft en wie er verloren heeft. Ja? En dat mogen mannen dan niet meer van die vrouwen? Eigenlijk. Diep in hun hart. Ja, als het nou niet zo'n competitie was, hè, dan konden we allemaal meedoen. Nou, het punt is, iedereen kan meedoen. Aan de competitie. Dat is zo grappig. Ik ging met mijn dochter. Die heb ik ook geprobeerd om haar interesse te wekken voor het schaken. Zij ze zegt ook heel eerlijk van... Ja, ik, ik zit te veel op social media om dat te kunnen verantwoorden. En dat is iets waar ik aan, aan moet werken. Dat weet ik ook wel. En het is een feit dat ik te veel zit op social media om dat te kunnen verantwoorden. Dat is wat ik doe. Dus ik... Ik kan wel gaan schaken, maar dan krijg ik weer een, een privébericht via de messenger Huppeltje, pub. En oh! En dan, en, ja, en dan is mijn tijd voorbij. Dus ik kan dat er niet bij hebben, pap. Zoveel dingen om in de gaten te houden. Er is ook een vrouwelijke dachter. Dat was erg goed. En die zei: Van ja, ik kan niet winnen van een man. Van de meeste mannen wel, maar niet van die top. Dat, dat lukt echt niet. En het punt daarbij is, zei zij. Want als ik met een pijltje in mijn hand sta en er gebeurt iets in de zaal, of er is net iemand binnengekomen, of de, de, beep, 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 dat speelt door mijn hoofd. En die mannen. Die staan er als een blok beton en er speelt helemaal niks door hun hoofd. Die zijn maar met één ding bezig: dat is namelijk dat pijltje in het vakje gooien. En meer niet. 180. En dan is man mooi zo, dat bedoelde ik ook. Dan kunnen de toiletten exploderen. Dan kan er een Apache helikopter door het dak gaan. En die man die denkt van ja, even kijken. Wow, tja, ja, wat Ja, het een 80, Mooi zo. En wat was die herrie achter mij? Mag ik even rustig dachten? En dat ze schoonmoeder binnenkomt lopen op een bepaald moment. Of de buurvrouw. Dat interesseert hem helemaal, helemaal niks. Zo zijn mannen. Als je ze laat. Je kan mannen ook zeggen. Die houden we op. Nou, dit vind ik al mooi. Dit doen ze anders. Maar ga jij je bemoeien met mannen. Die hebben wel al die literatuur geschreven. En jullie soort van aanwezigheid niet. En jullie gaan onze les leren. Dat is niet handig. Dat is geen goede strategie. Dus voor jou als vrouw, je wordt een man. In je sociaal, cultureel, maatschappelijke, hoe noem je dat, uiting. Hm? En dat betekent uh, eh, efficiëntie. Een uh, zuinigheid, een economie. En zoveel mogelijk niks doen. Gelijk bij de leeuw. Huh? Dus, dus als jij een ik denk aan de leeuwen, die vrouwtjes, die doen de huishouding. En dat huis van de leeuw, dat, dat is uh, ja, een jachtterrein, meer niet. Een leeuw heeft geen afwasstijltje. En, uh, heeft hij helemaal niet nodig. Maar er moet wel een terrein zijn. Dus een grens. Hè? En alles wat binnen die grens komt binnenlopen... Bijvoorbeeld een antilopen. Ja, dat kan je eten. Wij mensen moeten lopen naar de Albert Heijn... Bij de leeuw is het zo, die bevecht een bepaald terrein... en alles wat daar binnen komt lopen, wordt opgegeten. Dus dat zou Albert Heijn ook moeten introduceren. Dan hebben ze een stuk minder te doen. Ja, laat het even op je insinken. Maar neem even de leeuw als voorbeeld. De gedoodverfde koning der dieren... Die mannen, die liggen de godgansen dag onder de boom. Ja. En die houden alles in de gaten. Die hebben ogen gelijk een sperber. En ze zijn enorm sterk. En komen alleen in actie als er bedreiging is. En alle bedreiging wordt opgeheven door de mannetjesleeuw. En uh, die vrouwtjes denken, ha, ah, fijn. oh er komt weer iets aan, antilopen. Nou, en dan pak ze er eentje. En netjes brengt ze het eten naar die man. En, uh, ja, dit is jouw terrein en uh, ja, vreet me op. En dan eet die man wat en wat hij achterlaat en dan eet jij op. En de kinderen. Je bent als vrouwtjesleeuw heel erg dom bezig. Als je de antilopers gaat lopen vangen. En die eet je op samen met die kinderen. En die man zit hongerig onder de kerstboom. Dat is geen goede overlevingsstrategie. Dus die vrouwtjesleeuwen. Die houden dat mannetje in leven. Want dat mannetje is de garantie dat er niet een ander mannetje naar binnen komt. Want als er een ander mannetje dat levensterrein binnenkomt, dat ecosysteem, dat biotoop, de, die huishouding. Ja, jij als vrouwtje, je overleeft wel. Maar je mannetjeskinderen, die gaan er allemaal aan. Dat zonder meer. En misschien gaan voor de zekerheid al je kinderen er wel aan. Nadat nou, je mannetje is gedood. Huh? Dan krijg je hetzelfde verhaal als die Berlijnse vrouwen in 1945. Al die mannetjes uit Berlijn, die zaten allemaal voor Adolf de Vioolspeler. Adolf Fiedler, huh? Dat is een hele mooie taalgrap. Adolf Fiedler. Er was allemaal een doodvecht in Stalingrad... Ja, en dan komen die andere mannetjes naar binnen en die hebben al die vrouwtjes gepakt. Het is belangrijk dat de mens in het algemeen zich verdiept in geschiedenis. En wat je daarvan kan leren is dat het vroeger niet beter was. Het is nu merkwaardiger. Maar niet beter. Het was toen ook best een pleurisooi. In Berlijn zijn 500.000 vrouwen tot de dood vergeweldigd. Of 5 miljoen. Het is een nulletje meer of minder. En vergeweldigen. Dat is het Duits. Wij zeggen verkrachten. Tot de dood. Een vijf met vijf nullen of zes nullen. Jij mag kiezen. Maar meer dan vier nullen. Dat is zeker. En hoe gaat het jou aflopen? Met dit. ...toekomstperspectief. En wat heb jij uitgevraagd? Ook dat nog. Met hoeveel mannen... ...ben jij naar bed geweest? Kijk, dat volk... ...dat door... Uh, ...dat in opdracht... ...van de heren... heren ...uitgesproken... ...de Mozes... Dat waren de medianieten, daar heb ik het over. De medianieten, daarbij was het vrij gebruikelijk dat vrouwen vanaf het zesde jaar of zo seks gingen hebben. Dat hoorde erbij. En hoe oud was jij toen jij ermee begon? En dat je daartoe... Uh, verplicht bent geweest. Uh, dat, dat telt niet. Er is iets met jou gebeurd. Er is iets met jouw lichaam gebeurd. Want jij hebt het al gedaan. Dus in de autowereld is er een heel groot verschil tussen een nieuwe auto. Met 20 kilometer op de teller. Of wat heeft een nieuwe auto? Weet ik ook niet. Maar een auto met 0 kilometer op de teller, die zou ik niet niet kopen. Maar, maar die, is, die is alleen maar uitgetest. De testkilometers. Maar je hebt ook gebruikte auto's met een krasje. Of een vage sigarenlucht. En die auto's die zijn een stuk minder duur. Je, als je wil rekenen over waardevermindering per tijdseenheid, nou, dan moet je een auto kopen. En dan koop je een auto van 30.000 euro. Je rijdt ermee naar je lullige flat in Soetermeer-Oost. En hij is nog maar 13.000 euro waard. Gewoon één ritje. Kost je 7.000 euro of zoiets. Het gaat heel hard omlaag. En jouw waarde op dat seksuele terrein, die gaat net zo omlaag. Voor jouzelf, die andere man, die de meeste mannen zullen er niet zo om omhalen, tegenwoordig zeker niet. Maar voor jouzelf. Uh... En het is denk ik wel een groot probleem. Dus mijn dochter heeft al seks gehad met drie mannen. En dat zijn alleen maar de drie waarvan ik het ja, denk te weten. Maar het zijn er toch al drie. Ja, en hoeveel mannen heb jij gedaan? Want nou, het maakt niet uit. Hè? Of het. Uh, was het uh, verplicht? Of uh, was het oom Hendrik tijdens de kerstvakantie? Dat, dat, dat maakt niet uit. Hoeveel mannen? Jouw lichaam heeft er voortdurend gehad. En jouw geestelijke connectie met dat wat tussen je twee grote tenen zit, uh, daar zit een soort ruzie. Want soms is het niet goed. Want je bent verkracht of je. Het is allemaal schade. En verkrachtingen is een fenomeen dat wordt zwaar overdreven in de pers. Want als er weer een vrouw verkracht is, dan moet iedereen het horen. De moeder van mijn kind, die heeft mij verteld, dat, over haar jeugd. Hè? Nou, ik mocht met mijn vader mocht ik nooit op schoot zitten. Altijd ga weg, ga op schoot. Ik ben niet op schoot. Maar zei ze, dat veranderde toen ik in mijn puberteit kwam. En dan scheelde het aanmerkelijk of ik een minirok droeg. Of iets aangekleed. En als ik een minirok had en ik ging bij hem, uh, wilde ik op schoot zitten, mocht ik altijd op schoot zitten. Maar ik zeg niet dat jij dat hebt gedaan, ik zeg dat ik dat gehoord heb van de moeder van mijn wettig kind. En ik kan je vertellen, die vrouw, qua seks en qua dansen, uh, dat, dat is kapot. Dat werkt niet meer. Ja, formeel werkt het. Maar ze is uh, helemaal. Uh, het zegt er helemaal niks meer. Voor haar is het hebben van seks zoiets als het schudden van iemand anders zijn hand. Dat is ook zoiets. Dan kan je ook uitwisseling hebben hoor. Van de bacteriën. En, uh, oh, geef je iemand een hand, ja, dan heb je eigenlijk ook seks gehad. Dan krijg je dat. Bedenk goed dat de natuur die dat is het, de oorsprong is één en die natuur die uit zich in, in uh, 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 niet in één want één is een cirkel of zo, maar daar zit een vorm in. Maar ooit was het één en daarom heb je twee benen. En twee armen. Want ooit was het één. Ja? En daarom is je linkerbeen gelijk aan je rechterbeen, want ooit was het één. Snap je me nou? Dus ooit had je maar één been. En eh, ook maar één arm. Dat was het ooit. Logisch gesproken. Vanuit de biologie. Ja, dus je hebt je achterkant en je voorkant. Maar ooit was het één. Toen jij geconceptueerd werd, toen de conceptie plaatsvond, hè, toen was jij één. Toen was jij één eicel met levend DNA. Snap je? En dan komen die verschillen tussen de voorkant en de achterkant. Dat heet de blastomeer. Maar je krijgt ook een verschil tussen de onderkant en de bovenkant. Maar de onderkant is hetzelfde spul als de bovenkant. Dus je armen zijn gelijk aan je benen. Zo zijn je longen gelijk aan dat systeem met die mieren en die blaas. En zo is je voortplantingsorgaan, dat zijn er twee, twee ballen, zijn gelijk aan die twee ballen in je hoofd. Volg je me nog? Ja, en jouw brein, wat is dat dan? Dat heeft dus ook een spiegelbeeld. Wat ooit hetzelfde was. Want ja, toen jij geboren werd. Hè, toen de conceptie plaatsvond. En die, de geboorte van een mens. Dan moeten dus twee uh, DNA-strengen. Die elkaar helemaal niet kennen. Uh, en die twee strengen moeten maar in een... Dat is een rits. Hè. Je, met een rits van, van, je, van je jas. Hè. Moeten twee DNA-strengen en dan zit die jas dicht. Nou, precies. Dat is de conceptie. Maar dat is één. Geen voorkant, geen achterkant, helemaal niks. Geen links, geen rechts, geen boven, geen beneden. Helemaal niks. En daar ben jij uit voortgekomen. Op jouw manier. Maar jouw hoofd zit dus in zekere zin. Op zijn Latijn is dat quodam. Modo. Jouw brein is in zekere zin hetzelfde. als dat wat tussen jouw twee grote tenen zit. En ze hebben dat woord. Uh, verneukt. Eh? Oh, dat heb je helemaal verneukt. Nou, dat kan jij dus laten gebeuren. Dan laat jij je verneuken. Door een onbetrouwbare gozer. En waarom heb je dat gedaan? Al die feministen die... Uh, baas in eigen buik. Nou, ik denk baas in eigen hoofd. Wat dacht je daarvan? Waar ben je mee bezig als jij denkt als vrouw dat het hebben van seks zoiets is als het schudden van een hand? En dan schiet me nu te binnen dat in de Koran staat dat het schudden van een hand ook niet gewenst is. En waarom staat dat daar? Ik ben niet katholiek, de Koran, de Koran. Nou dat is de catechismus. De catechismus is de, noem het maar, de Bijbel van de, de katholieken. Maar die hebben ook de Koran. Dat is mijn stellige mening. Het zijn twee werkjes die komen uit dezelfde koker van de katholieken. Ja, maar Piggy, de katholieken die zijn uitgestorven, want de katholieke kerken zijn leeg. Nou, je weet niet wat het woord katholiek betekent, denk ik. Of dat weet ik wel zeker. Want het moderne woord voor katholiek is globalist. Want katholiek komt uit het Grieks van kathos en dat betekent universeel. En aangezien we niet naar de maan kunnen, gaat het dus om een globale gedachte. Snap je? Dus de katholieken zijn zo levend als wat? En de katholieken, dat is ook maar een nieuwe naam. En daarvoor heette het uh, Rome. Was het meer een hamertje tik met een hoop soldaten? En dan krijgen we ze er wel onder met een militair overmacht van de barbaren. Daarom hebben ze dat Latijn uitgevonden. Om die barbaren in het gareel te krijgen. Nou, dan kregen wij die barbaren over ons heen. Dat was Rome. Met een stomme Latijnse taaltje. Ja, dat zijn nu de globalisten. Met de One World Government. En de One World Religion. Met Klaus Schwab. En uh, Bill Gates. En noem nog eens wat. Uh, Abgrapperhuis, maar dat is een kleintje. Donald Trump, maar die is zo dadelijk weg. Ga die lekker in zijn Trump-tafel zitten. In die Jacuzzi met zijn Ivanka Trump of zo. Dat zijn geen dingen om jezelf mee bezig te houden. Met hoe, die, uh, ja, hoe dat verkeerde werkt. Het gaat jou erom. Dat jij geboren bent als vrouw. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, kut. Als je verkracht bent. De vraag is of je er ooit overheen komt. En het is ook heel erg kut... als je al seks hebt gehad met een hele trits met mannen... en je ontmoet een vent waarvan je denkt... "Hé. Hey. Oh, maar hij... joh, hij heeft een keurig huis en... Oh, hey, uh, nou, hij drinkt zijn biertje elke dag, maar voor de rest is dus hij een regelmatig gozer. En, uh, ja, wel een goede kachel en uh, oh een mooie keuken. En, uh, ja, dat is eigenlijk wel, uh, ja, dat is eigenlijk wel mijn man, dat ik denk. Uh, ja. Maar dan kom jij daar binnen en die kop tussen je twee grote tenen, die is al verneukt. Ja, hoe moet je nou goede seks hebben met die kerel? En als je geen goede seks hebt met je kerel, dan gaat je relatie eraan. Het enige wat je dan nog kan doen, dat is dat je hem laat tekenen onder een contract. En dan gaat die relatie kapot. En dan heb je dat contract nog en dan ga je naar de rechter en dan krijg je geld. Dat is het. Of je weet het voor elkaar te krijgen. Om toch goede seks te hebben met die kerel. Maar hoe moet dat als je met 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerels het al hebt gedaan. Hoe ga jij vermijden. Dat als hij bezig is. dat je terug moet denken. Wauw, dit is net zo klote als die ene keer. met die gozer in die steeg. Dat die herinnering naar boven komt. Aan die ene keer. Dat je het. Uh... Ik wel D. Er bestaat niet zoiets als vergeten. Alles wat je meemaakt, zet zich vast in je lichaam. Er is ook een. Christus heeft gezegd als je oog. Je niet bevalt, ruk het uit. En waarom zei Christus dat? Nou, dat is hierom. Want elke herinnering zet zich vast in wie jij bent. En jij bent je lichaam. Ja, nou, je moet zeggen, je hebt een lichaam, maar het is het enige waardoor je bent. Je, je bent een leven. En je hebt een lichaam. En als je zo denkt. En je bent een vrouw. De, 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 je. Ja, je probeert die man te vermoorden. Als die jou al verkracht, je probeert hem te vermoorden, je probeert hem te doden, je probeert hem te doden. Krap zijn ogen uit. Ruk een oor eraf. Een oor pakken en trekken. Als je geen pepperspray bij je hebt. En waarom had je geen pepperspray bij je? Er is een hele smerige opmerking van Mahatma Gandhi. Die grote Gandhi. Nog een rare kerel hoor, maar die had een huishouder en die ging nog even boodschappen doen. En dan kwam ze terug naar boodschappen doen en dan was ze door het bospaadje gelopen en toen vroeg uh, meneer Gandhi, de heilige Indier, En uh, oh uh, ben je nog verkracht? Dat is Gandhi hè? En al die mooie posters hè? Joh, Gandhi was echt de redder van India. Ja, en die vroeg dat aan zijn huishouder. Gandhi was een lul. Gandhi had uh, tegen die huishouden moeten zeggen... ...van, ga je door het bospaasje? Ja, neem even deze machette mee. Of wat heb je er over knuppel of een looie pijp of zo? Dan sla ze hersens in. Als die probeert tussen je grote tenen in te komen... En dat je onderkant verneukt wordt. En daar heb je zelf ook een verantwoordelijkheid bij. Gewoon een stiletto. Pepperspray. Ja, ze hadden geen pepperspray in die dagen. Maar dat maakt me niet uit. Maar je laat je niet verkrachten. Heb je dat goed begrepen? Los van het feit dat al die vrouwen roepen... Oh, ik ben verkracht toen en toen. En wat blijkt... Ja, ze, behalve dat ze verkracht zijn toen en toen... Hebben ze ook nog seks gehad met 43 kerels. Maar die ene keer zijn ze verkracht. Je mag gaan voor het korte termijn effecten, Maar op de lange termijn... ja. Ik weet het hoor, sodomie, hè? Dus de, de, de hele levensfilosofie gebaseerd over als het tussen je twee grote tenen maar lekker kriebelt voelt dan heb je er altijd zin in en oh, dan is het leven leuk. Je wordt niet oud. Je sterft twintig tot dertig jaar eerder. Gemiddeld dan, hè? In de jaren negentig is het gemeten... ...het heel grootste gebied van West-Europa... ...en Amerika natuurlijk. Toen kwamen ze erachter. Huh? Zeg, nou zeg, als je met iedereen seks gaat hebben... ...dan ga je echt veel eerder dood. Ja. Van roken ga je gemiddeld twee jaar eerder dood. Iedereen brult, moord en brand. Maar van sodomie... ...ga je tien keer zoveel... ...eerder dood. Dus wat is het probleem? Roken of sodomie? En sodomie, als je die term niet kent, dat is de, 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 de seksmens. Die ze onderkant laat verneuken. En waarom? Omdat je zo nieuwsgierig bent naar het gevoel. Iedereen lult tegenwoordig over duurzaamheid. Nou, denk eens aan een duurzaam seksleven. Ik ken één geval... En jij kan zeggen, ja, dit is mijn één geval. Oké, okay, het is maar één geval. Die vrouw is zes of acht jaar jonger dan ik. Die heeft nu keelkanker en darmkanker. Ze wordt bestraald. Ze krijgt chemo. En voor alle zekerheid heeft ze een stoma. Oh, ze is ook nog geopereerd. Dus ze hebben een stuk verkankerde darm hebben ze eruit gehaald. En een, een zijweggetje gemaakt. gemaakt. Heel handig met uh, steriel plastic. Heel goed, dat geeft geen irritatie. Het is gewoon een kwestie van. Ja. En ik heb geen stoma. Denk er goed over na. Dat jouw. Het is ook een ander feit. Dat een man. die ejalculeert. Dat is een soort van. Uh, spritz. Huh? Dat is alleen maar spritz. Het zegt een man in feite helemaal niks. Een man kan ook net zo goed klaarkomen. in een Japanse opblaaspop. Met een USB-voeding. Die man die verandert daar geen snikkel van. Maar nou, vrouwen wel, vooral de eerste keer en daarna ook, want vrouwen die krijgen iets binnengedouwd. Oh, dan moet ik dat accepteren. Oh, ja, kom maar, ja, kom maar, kom maar. Ja, maar dit is nogal heftig. En dat is jouw keuze. Als jij het gaat doen met Jan en alle man. Wat trek je dan nog aan? Wat, wat, wat is jouw aantrekkelijkheid dan? Waarom ben je dan nog aantrekkelijk? Behalve dat je je kan opsmeuren met, met make-up. En dan doe je de juiste kleren aan. En, en dan trek je wel een man aan. Maar die douwt hem erin en die denkt: wat is dit voor een ingereden auto? Snap je? En dan kun je zeggen, nou, dan neem ik een man... die heeft ook wel heel veel vrouwen gedaan... en die zijn wel gewend als een hoerenloper... of een slutneuker. En ik neem gewoon zo'n slutneuker. Sletneuker. Ik neem een slettenneuker als man. Wat heb je nou aan een slettenneuker als man? Wat je nodig hebt als vrouw... is een man die wat kan. En die gaat morgens vroeg de deur uitgaat... En in het weekend komt hij bij. En dan zeg je tegen de kinderen. Een beetje kalm aan, hè? Want papa die ligt. Uh, ja, even rustig, even rustig, even rustig. Door de week mogen we weer schreeuwen. Want dan is papa naar zijn werk. En dan maakt hem allemaal niet zo wel uit. Maar nu ligt die gozer in bed. En wij zijn even rustig. Dan ben je net als een vrouwtjesleeuw. Die zorgt voor haar man. Want voor de rest heb je niks. Ja, of je moet zelf een man worden. Ja, dat kan ook. Maar dan heb je een probleem met, dat, uh, met die sociale gevoeligheid van je: dat je heel snel afgeleid bent. Oh, er gebeurt wat. Oh, daar moet ik even naartoe. Ik was met mijn dochter. Uh, naar de dierenkliniek, want een van haar ratjes was dan mogelijk uh, ernstig ziek en uh, bla 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 bla. En dat heb ik tegen haar gezegd: van, nou, daar gaan we helemaal niks mee doen. Laat de ratje gewoon lekker leven. Niet met het ratje naar de dokter, want dan krijg hij een spuitje of dan moeten de pillen in. Of, uh... En toen had ze helemaal tranen in de ogen. Ze zei, nee, mam, ik, ik, ik beloof je Geen pillen, dat hoeft allemaal niet. En ook geen spuitjes en niet snijden, en geen operatie. Maar ik wil wel gaan. Dat mag niet Ja. Dus met dat kind uh, anderhalf kilometer gewandeld. Die rat helemaal netjes ingepakt. In zo, zo'n reizen dingetje voor de red. En dan kom je eraan bij die dierenkliniek en die werd gerund door vrouwen. Dat bleek. En iedereen stond te wachten. Het was om een minuutje of zeven s'avonds, of vijf in de middag, het einde van de dag. Hele trist mensen. Allemaal wachten, allemaal wachten. Ik ben mijn checkje geroken. Ja, toen kwamen die vrouwen kwamen aan. En toen zei die ene vrouw. Ja, wij zijn uh, ja, een beetje laat, want uh, we waren hier naartoe. En toen zagen we een, een ongeluk gebeuren. En uh, ja, toen hebben we dus uh, ja, even stilgehouden, want we moesten echt even bellen. En uh, ja, er was uh, van alles aan de hand en er was iets met een bus. Kijk, dat is de afleiding. Wat uh, moet je dat nou zeggen? Dat is waardoor vrouwen worden afgeleid. En dat heb jij. En het is niet plezierig voor de samenleving als jij een mannenberoep neemt. Want dan moet iedereen op je wachten. Omdat je afgeleid was. Want er was een busongeluk. Nee, dat was. weet ik veel. Het was zeg, heel gemeen. Er was iemand op een scooter en die had echt iets fout gedaan. En er de, 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 kon niets. En, en, en dat kost even tijd. Ja, en dan moeten dus uh, een hele hoop mensen, waaronder Perry Winkel en zijn dochter en, en Pip was dat volgens mij, die eruit. Ja, moeten mij verwachten. Dat zien jullie niet goed. Jullie zien niet in dat als je een dierenasielkliniek hebt... dat je daar op tijd moet zijn. Al stort de wereld in elkaar. Je ziet er ongeluk gebeuren, er valt een bejaarde van zijn relater af. Daar heb jij geen tijd voor. Daar zijn andere mensen voor. Als je terugkomt van je werk... En er valt een bejaarde van zijn rollator af. Dat is een ander verhaal, want dat is je vrije tijd. En daarom wil ik vrouwen vriendelijk vragen om zich niet langer bezig te houden met mannenberoepen. Eerst een boek schrijven. Neem daar de tijd voor. Je neemt hetzelfde wat ik heb gedaan. Ik heb de huishouding gedaan voor een gezin van drie personen, inclusief mijzelf. En naast die taak heb ik geschreven. Nou, dat kan jij dus ook. De huishouding doen voor drie mensen. En dan uh, die ene mens, die, die, de moeder van mijn wettig kind... is een mens met een beperking. Dat weet ik nu. Ik, ik werk nu tussen mensen met een, of voor mensen met een beperking. En nu word ik daarvoor betaald... En toen deed ik dat erbij. Je moet de huishouding doen, en je hebt iemand met een beperking, en toch wist ik een boek te schrijven: een computerprogramma. Maar dat is ook een soort boek. Dus jij als vrouw, je gaat de huishouding doen, om nou, te beginnen met drie personen. Dus uh, uh, die man, daar uh, moet je de huishouding voor doen. En heb je de kind, daar moet je de huishouding voor doen. Ik had dan een vrouw met een beperking, daar moet je de huishouding voor doen. En een kind, daar moet je de huishouding voor doen. En je hebt ook nog dat je eigen kleren graag schoon willen zijn. Hè? In de gedachten van jezelf, van een perfecte wereld. En de afwas moet gedaan worden. En het vuilnis moet in dingen. En de lege flessen moeten weg. En, uh, onderhoud En er komt visite. En dan moeten we even de banken naar voren halen. En de een stofzuigen. En, uh... Nou, ik ken dat wel. Het is een reuze leuk werk. En het kost helemaal niks. Een huishouding draaien. Het is een kwestie van organiseren. Het is niet van iets op mijn werk. Hè. We hebben twee washokken. En het ene washok, dat staat onder mijn. Regime. En het andere washok. Dat staat... Dat is dan het hoofdwashok van een vrouw. En de hele vloer staat vol met spullen. Het is één grote paanhoop. Kijk, dat werkt dus niet. Je moet in je huishouding. Daar ga ik nog een aparte uitzending over houden. Maar de huishouding begint met ordening. Dus alles geordend houden. En bij de huishouding is het belangrijkste dat de manager, dat is de huishouder, de manager van de huishouding. De huishouding op z'n Frans is menagerie, huishouding de manager. Die is als eerste op het werk. Altijd. Eerst staat de manager op. En dan begint de dag. En dan ben je zo klaar. Dan met nu, met het verplichte schoolsysteem. Om een uurtje of negen is iedereen pleit. Negen uur morgens. Jij was om zes uur s morgens opgestaan. Of half, nou zes uur is een mooie tijd. Hè? Om zes uur ben je opgestaan. Een heleboel de, de deur uitgewirkt. Nou, en dan is de tijd aan jou. Goed plannen. Rekenen. Goed de rekening, de bankrekening in de gaten houden. En overleggen, AUB. Dat is ook iets wat het moderne management, vooral het vrouwelijk management, niet doet. Het vrouwelijk management overlegt niet. Het stelt geen vragen. Dat valt mij op. Het vrouwelijk management, wat we hebben, wat ik nu heb, dat blaft commando's. En dat moet je niet doen. Dus je moet als manager moet je vragen stellen. Als jij dingen ziet. Dan formuleer je een vraag. Dan ga je nog even nadenken over die vraag. En dan laat je nog even op je insinken. En dan weet je het antwoord op de vraag, namelijk wat de vraag is. En dan stel je die vraag. En dat gesprek duurt één minuut. En dan ben je klaar, want dan heb je weer wat te doen. Dat maakt indruk, jongen. En dat is manager. En wat vrouwen doen, die, die was vrouw bij mij op het werk, die, die gaat tegen mij lopen, manager. En die houdt hele verhalen. Ja, dan ben ik ook nog dit, en dan ben ik ook nog dat, en dan ben ik ook nog zus, en dan dit. En ik, had, ja, ik dacht dus eerst, maar dat was de naam wat je toen deed. En dan haalt ze rustig een ding op van zes maanden geleden. En dat blijft maar doorhouden, hoor. Kijk, zo ben je niet goed bezig als vrouw. In die zin, zo ben je walgeluk voor je omgeving. Snap je? Het is helemaal niet zo dat vrouwen achtergesteld zijn. Het is zo dat vrouwen een ander ja, brein tussen hun twee grote tenen hebben dan mannen. En die ballen van de vrouw, de reflectie van de ogen, wat ooit één was, je was ooit één. Er was geen voorkant, geen achterkant. Er was geen links, er was geen rechts. Er was geen boven, er was geen onder. Hè? Maar je hebt dus wel die, die vier ballen. En die ballen van jou zitten in je buik. En die ballen van die man, die hangen daar buiten om een beetje af te koelen. En de, met die prostaat en zo. Ja, die prostaat moet wel blijven spuiten. Als een je, je man een hele tijd uh, helemaal niet spuit in jouw aanwezigheid... dan moet je je toch op je kop gaan krabben. Maar wat is er aan de hand? Een aai over zijn bol. Uh, of, of, uh, wat je maar leuk vindt. Dan kan ik je helpen. Je hebt er geen opstopping. Straks krijg je postaatkanker. Misschien moeten we het vandaag dan, of vanavond, of komend weekend... Ja, ja, toch maar een keer gaan doen, hè. Ik, ik maak me een beetje zorgen. Dat is ook een hele goede strategie. Er een, een, was een kleurlingvrouw. Dat vind ik dan opmerkelijk, hè. Maar een kleurlingvrouw zei... Een gouden regel is... Je man mag heus avonds de, de deur uit... Alleen. En dan komt hij. En op zijn Engels is hier het leukste. Not. Dus er twee keer not krijg je. Echt heel leuk. Je man mag s'avonds best de deur uitgaan. Maar. Not. Hungry. And not. Horny. Dat is de manier om je man in toon te houden. Jij bent, de, jij bent een fucking machine. Jij bent alles voor die man. Maar dan moet je wel op je rug gaan liggen, of op je knieën, of whatever, wat hij maar wil. Waar maal jij erom? Jij hebt helemaal die seksdrijf niet die die mannen heeft. Dat interesseert je, ja, daar dat, dat kan jij niet bij. Maar die mannen hebben het. Die, 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 die gaat kriebelen. Die, die. En als je hem dan iets, wat, wat hij maar wil. Het kan ook zijn dat hij tussen je voeten klaar wil komen. Nou, dan moet dat maar even gebeuren. Ja. Kijken wat hij leuk vindt en stel een vraag. Zoveel vrouwen die ik heb gehad, die dan achteraf. Ik vond het niet lekker. Ja, dat, is niet, dat is niet de attitude. Je moet vragen aan je man of hij het lekker vond. Want als hij het niet lekker vindt, dan krijgt hij of prostaatkanker, of hij gaat vreemd. Snap je? En niet per se prostaatkanker, maar dan krijgt hij een andere zielige afwijking. Je kan ook zeggen, vrouwen kwijlen vanuit de onderkant de hele dag. En mannen spugen. Maar die moeten wel spugen, want als het niet gespuugd wordt... Niet op, pff, hè? Wat blijft die rotzooi dan? Hij is een prostaat natuurlijk. En wordt hij daar gezond van? Nee, helemaal niet. Dan gaat hij lopen rukken in de kelder. Met porno. Het is uh pure taal. En dat we allemaal even erg zijn. En jij als vrouw, jij ziet in een man alleen maar een productieapparaat. Wat jij werkend houdt. Op alle fronten. Ik als vrouw, ik zou het wel weten hoor. Ik ben blij dat ik geen vrouw ben, maar. Ik ben niet iemand ik, 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 ja, doe een penisamputatie, want dan ben ik gelijk een vrouw. Maar als ik een vrouw was, met mijn mannelijke kennis. Oh, het zou ook graag een 17-jarig meisje willen zijn. Ik zou de arbeidsmarkt op gaan. In de zin van, euh, wie kan er werken? En ik zou er eentje uitpikken... en dan ook checken op internet... van uh, wordt dat wet of zo? Nou, dat lijkt me wel een goeie. En, uh, yeah. Geen seks natuurlijk. Dus uh, het uitproberen... Uh, met een auto, zeg maar... maar jij als vrouw... Uh, moet je man uitproberen... Dat is erg belangrijk. En je moet ook weten wat moeilijk is voor hem. En wat makkelijk is. En je moet hem af en toe moeilijke dingen laten doen. Of je, nou je kan... Het is wel heel erg gemeen als je het gaat uh, opwekken. Maar je kan ook het risico nemen. Je, gewoon even kijken wat hij doet. Dan raakt hij in paniek... Gaat die roepen onze mama? Ik zag zo'n stelletje. En er was een Nederlands meisje en een buitenlandse jongen. En die kwamen de bus in. En er zei de buschauffeur. We zijn uh, die corona, hè? Ja, nee, je kan geen kaartje kopen. En die gozer die. Die ging stennis maken bij de buschauffeur. En zich oprichten. En hij liep op die ketting af, die coronakettingen. En... en die buschauffeur die denkt, ja, jij de gozer, uh, je kan geen kaartje kopen. Je moet over chippen bliepen. Of je moet een QR-scan of zo maar doen. Maar daar heb ik verder geen materialen voor. Dus ik kan niet met je afrekenen. En als ik niet met je kan afrekenen. dan mag jij niet meereizen. Want wij zijn niet het gratis openbaar vervoer. No money. No wheels. Dan ga je maar lopen. Je hebt toch twee benen aan je lijf of wat? En hoeveel kilometer is het nou? We waren op 10 kilometer van Arnhem. Nou, dat is 10 kilometer lopen. Als je een beetje doorstapt, dan ben je in 2,5 uur klaar. En die gozer die dacht: even. Ik voor van... Wat die buschauffeur zei: van, ja, als je zo doorgaat. dan zet ik de bus stil. En dan ga je naar het politiebureau. Dat is aan jou de vraag. En zijn vriendin was inmiddels al uitgestapt. Kijk. Als ik een vrouw was. dan zou ik zo'n test. laten doen. En gaat je gozer zich gedragen als een, uh, als een buitenlandse jongen. Als een of andere baviaan die van de apen afstamt. Dan weet je al van nee, dat is, uh, dat is helemaal niks. Afseveren, die gozer. Er goed in de gaten houden dat jij als vrouw. heb helemaal geen. Kiesrecht nodig, want dat heb je al. Want jij kiest je man, en je kiest je man met een economisch perspectief. Dit is een man, en daar heb ik wat aan. En dat is jouw man. En nou is seks nog. Want dat doen heel veel vrouwen totaal fout. Ja, als ik een vrouw was, dan zou ik de, de, misschien wel af en toe uh, sexy kleding aandoen. Nou? Of, of wat ook, om, om te kijken of, of hij erop let. Of dat hij naar jou kijkt. En dat je aan je man vraagt van... Is er iets met de seks? Vind jij het niet lekker? Huh? In een restaurant is het ook zo. Dan eten ze maar de helft van het bordje op. En dan vraagt ook de, de ober van... Was het niet lekker? En dan kan je man zeggen... nou Het is niet zo dat de seks niet lekker is. Ik, ik heb genoeg. En nou, dan geef je die man een kus. En dan zegt nou Ik controleerde me even... Maar niet dat de seks niet lekker is, hè. Als jij niet lekkere seks hebt gehad, dan wil ik de eerste zijn die het weet. En niet dat je het vertelt aan de buurvrouw. En twijfel niet aan jezelf. Mannen snappen het al lang, joh. Die, die... mannen willen het liefst door blijven neuken met dezelfde vrouw... doordat ze ergens in de zeventig is. Serieus. Dus je hoeft helemaal geen make-up en helemaal geen dingen. Dat heb je echt niet nodig. En alles wat je niet nodig hebt, daar moet je ook helemaal niet in verdiepen. En misschien komt alles dan goed. Ook voor vrouwen. En dat is belangrijk. Want zonder vrouwen kunnen de mannen geen mannen veroorzaken. Ilk. Ja, het is een nare waarheid. En aan de andere kant, als je er echt naar je positie inschikt. en laat al die mannen maar schaken. en dan stemmen ze op Donald Trump. en dan weer op Joe Biden. Daar gaat het jou helemaal niet om. Het gaat jou om de economie, de huishouding, tot de volgende voor vrouwen alleen doeg.